Dit weekend zullen alle ogen opnieuw gericht zijn op het Sint-Niklaasse luchtruim, want naast 44 traditionele hete luchtballons worden er maar liefst 25 speciale vormenballons in de lucht geblazen. Dit jaar gaan we iets heel speciaals doen, omdat het is nu de 65e editie van de Vredefeesten eigenlijk al. En daarbij hoort ook de 25e maal de speciale vormenballons die opstijgen. Van het jaar zijn er een aantal nieuwe bij die nog niet hier in Sint-Niklaas geweest zijn. Het gaat onder andere om een woodpecker, het gaat om een boomstammetje, het gaat om een farmer pick, het gaat om een geel autootje. Dus daar zijn dus een heel pak mooie exemplaren van speciale vormen te zien. Doordat ze speciaal zijn, gaan ze nog meer opvallen in de lucht. Het zijn bij wijze van spreken bijzondere luchtvaartuigen. Het zijn gigantische afmetingen ook. Die afmetingen van speciale vormen zijn sowieso veel groter dan de normale warmluchtballons. Telke maal als er ballons opstijgen, dan klopt het hartje natuurlijk. Hè. We zijn met dat hart geboren in Sint-Niklaas. Ik zou het absoluut een aanrader noemen, vooral met de speciale vormen. Het gaat zo'n gekte zijn als je die speciale vormen in de lucht gaat zien, dat je ogen niet gelooft waar dat er allemaal in de lucht gaat hangen. Kom dus zeker langs zaterdag vanaf 6 uur, want dan stijgen de speciale ballons op vanop de markt van Sint-Niklaas.